Ik ben Isha Frederiks en ik ben juist Miss Elite Beauty Queen 2019 geworden. Mijn national costume was eigenlijk in de Braziliaanse stijl. Het was eigenlijk een Braziliaans pakje, maar dan in de Belgische driekleur. Op mijn hoofd waren er veren eigenlijk geplakt, ook in de Belgische driekleur. En zo ben ik eigenlijk mijn national costume gaan laten maken door iemand. Vol diamantjes. Ze zijn ons komen halen met een busje. Een kwartiertje later waren we in Radisson Blue Hotel aangekomen. Het was een heel mooi hotel, toplocatie. We moesten elke morgen om 9 uur beginnen met de rehearsals. We moesten een dansje in elkaar steken, we moesten catwalkles volgen. We zijn in hele leuke restaurants gaan eten, heel gezond ook, kip met rijst, nooit geen junkfood gekregen. De pre-judgingavond was eigenlijk heel zenuwslopend voor mij, want we moesten eigenlijk op een podium gaan staan waar dat 400-500 mensen voor je zitten en je moest een vraag beantwoorden in het Engels. En mijn vraag was: wanneer heb je nog het laatst geweend voor iemand of wat? En ik moest nadenken, ik dacht, oh my god, wat is dit? En mijn antwoord was natuurlijk, I think for a boy, ik denk voor een jongen. En iedereen moest lachen, dus ja, het was wel leuk eigenlijk. Het was een vraag die ik nooit had verwacht, maar het was echt een topavond, heel leuk gehad. De finale avond was eigenlijk heel vlotjes verlopen. Tijdens de middag moesten we eigenlijk al naar het casino, daar ging de finale door. We moesten repeteren een paar uur aan een stuk. We moesten geschminkt worden, onze haren moesten gedaan worden. De finale zelf. Het startschot wordt gegeven. Er deden 37 meisjes mee aan de finale zelf. Dus eerst was het de national costume. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Ik was vol zelfvertrouwen. Het ging me goed die avond. Ik voelde me echt heel goed in mijn vel. En dan komen we aan bij de lingerie, eigenlijk bikini, in Victoria's Secret stijl. Ik had natuurlijk hele grote wings mee. Het was eigenlijk geweldig. Het was zo leuk die avond. De meisjes waren zo lief voor elkaar ook. En daarna was het de galaronde. En dan was het verdikt. En dan wordt de top 6 bekendgemaakt. Het zesde, de vijfde, de vierde en nog altijd niet. De derde, de tweede en dan komt het. En de winnaar is België. En ik durfde eerst niet naar voren te stappen. Ik dacht, ja, ik blijf staan, want ik heb het denk ik niet goed gehoord. En ze keken naar mij en ze zeiden, België. Ik moest dan naar voren. Je krijgt een kroontje op je hoofd, je krijgt dat lint rond u. En dan denk je in mijn eigen, ja, eigenlijk ben ik hier gewoon de beste van alle 37 meiden. Dat is geweldig gewoon, dat was echt gewoon zo fantastisch. En ja, voilà, hier sta ik dan. Miss Elite Beauty Queen 2019. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden, omdat het gewoon zo'n fantastische ervaring is. Ik ben zo hard gegroeid in mijn zelfvertrouwen, hoe dat ik eigenlijk nu in het leven sta. Qua modellenwerk, qua misverkiezingen, het is gewoon geweldig. Ik zou het echt gewoon elk meisje aanraden.